Gigantische bewegingen zijn er geweest in de crypto-markt. Het is nu tien uur s'avonds in Bali, maar vandaag ga ik jullie van A tot Z uitleggen wat er precies aan de hand is, wat wij doen met onze posities en wat er precies gebeurd is met de stablecoin-situatie en de macro-economie. Het gaat een lange video worden. We hebben enorm veel tijd gestoken in de voorbereiding. Ram alvast op die duim omhoog, riem me vast en ik ga jullie alles van A tot Z uitleggen. Let's see what's next. Oké, okay, laten we beginnen bij het begin. Silicon Valley Bank met de afkorting SVB is de afgelopen periode omgevallen. Meer dan 50% van de grote techbedrijven in Amerika hebben een vorm van exposure aan de Silicon Valley Bank. En dit zorgde ervoor dat ook in de crypto-markt er grote paniek kwam. Het lijkt zelfs op een domino steentje wat er nu voor zorgt dat de gehele markt aan het omvallen is. Wat gebeurde er precies in de crypto-markt? Nou, Zoals jullie nu zien op de chart voor me is USDC zijn peg verloren. Nou, wat betekent de peg? Dat betekent eigenlijk dat je één op één gepaard staat aan de dollar. Ik heb nu USDC, USDT. Wat gebeurde er? Omdat Circle, het moederbedrijf van USDC, exposure heeft gehad aan Silicon Valley Bank. Gebeurde er vervolgens iets aparts? Namelijk dat er een grote sell-off kwam van USDC. Dit zorgde ervoor dat er grote paniek was in de cryptomarkt, zoals we al eerder hebben gezien bij bijvoorbeeld andere momenten dat bijvoorbeeld met Tether we in één keer naar 80 cent van 80 cent per dollar gingen. Maar goed, op dat moment moet je eigenlijk gelijk gaan inzoomen naar wat er nou precies aan de hand is in de situatie? Laten we even gaan kijken wat er nou precies gebeurd is bij USDC. Want het lijkt op het begin heel groot: hè? exposure, miljarden aan exposure zelfs aan Silicon Valley Bank. Maar wat je dan altijd wilt doen, en dat is hetgene waarom we nu met deze video uitkomen: is je wilt even goed onderzoek doen wat er nou precies. Onder de motorkap speelt wanneer er zo'n grote beweging gaande is. Want dit is het moment waar je bijvoorbeeld, als je goed erop had ingespeeld, in één keer had kunnen instappen. Bijvoorbeeld hier zo en op een stablecoin 14,3% rendement had kunnen pakken. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dan moet je wel de juiste informatie hebben. En die informatie kan ik je nu presenteren over wat er nou precies aan de hand was. En waarom het risico toch een stuk minder hoog was dan het op het begin leek. Oké, okay, laten we even inzoomen op de situatie. En dat was dus dat. Hier zo een tweet uitkwam op, van Circle. En wat ze dus zeiden is dat ze een exposure hadden van ongeveer 3,3 miljard aan Silicon Valley Bank. Nou, dit betekent dan gelijk dat op het moment dat je gaat nadenken en je probeert een soort rekens om je hoofd te maken, dat je dan gelijk kunt gaan kijken, oké. Okay, wat is er precies aan de hand bij Silicon Valley Bank en wat is er precies aan de hand bij Circle? Nou, we kunnen zien dat maar een klein gedeelte van de assets die zij hebben, daadwerkelijk gestald waren bij Silicon Valley Bank. Dit betekent al gelijk dat ze misschien liquiditeitsproblemen kunnen hebben op de korte termijn, maar dat ze nog steeds voldoende assets hebben om uiteindelijk gewoon rustig mensen dollars te kunnen geven voor de stablecoin. We zien hier dat ongeveer, laten we zeggen, 10% van hun. Nou, laten zeggen 7 à 8% van hun totale assets die zijn uiteindelijk hier exposed geweest bij Silicon Valley Bank. En dat is het eerste indicatie waarvan je kan zeggen: oké, okay, dan betekent dat dat misschien die assets verloren zouden kunnen gaan en dat zou een impact kunnen hebben op de prijs. Maar laten we even inzoomen op het volgende feit. Dit zien we hier zo. We hebben circle.com/en/transparency opgezocht en vervolgens zie je hier zo dat kort gedateerde dat het grootste gedeelte van hun geld in treasury bonds zit. Nou, dat betekent dat ze een redelijk inkomen kunnen maken van het cash wat ze gestald hebben bij obligaties bij de overheid. He, we weten nu allemaal dat de rentes omhoog aan het gaan zijn. Dat betekent dat ze een mooie inkomsten hier vandaan kunnen krijgen. Oké, okay. dan zien we ook dat ze 11,1 miljard hebben bij de banken. En van die 11,1 miljard is er dus ongeveer 3,3 miljard op dat moment bij Silicon Valley Bank. Oké, okay. nou als we dat allemaal weten, dan kunnen we de volgende stap gaan trekken. En er waren een aantal mensen, we hebben namelijk een, een groep met um, professionele investeerders, hebben wij opgesteld. En daar waren andere mensen al aan het sparren over eventuele trades die er genomen zouden kunnen worden op USDC, USDT. En er waren zelfs een aantal mensen die waren posities aan het innemen, waarin ze dus gebruik hebben gemaakt van dit moment. Want. Hun casus was als volgt. 3,3 miljard van de 40 miljard in totaal is ongeveer 6%. En wat je kunt zien is dat hier op, de, op een gegeven moment, toen de paniek het hoogste was en de liquiditeit het laagste was van, vanuit hun kant, is dat je, laten we zeggen, een gat hebt van ongeveer 13 à 14%. Dat betekent dat je een heel makkelijk gat zou kunnen gaan dichten op het moment dat je USDC in zou kopen, waarvan je risico nog steeds redelijk gedekt is. Nou, dit soort korte termijn. Veranderingen kunnen een grote impact hebben, uiteindelijk op je lange termijn winstgevendheid. En er zijn mensen die, die verkopen op dit moment, momenten zoals deze, vanuit onzekerheid verkopen ze hun posities. Maar op het moment dat je goed gaat kijken naar de situatie, dan, dan wordt het wat helderder. En dat is het gewoon datgene wat ik jullie sowieso wil aanraden. Oké, okay, dat is dus het gedeelte over Circle. Maar er was nog meer gebeurd, namelijk specifiek voor Silicon Valley Bank. Dit heeft namelijk een hele grote impact op wat er nou daadwerkelijk gaat gebeuren met het financiële systeem. Want Silicon Valley Bank had bijna hetzelfde probleem als wat Circle eigenlijk heeft met, <laughs> met Silicon Valley Bank, waarin zij ook een liquiditeitsprobleem hadden. Wat ze namelijk hadden gedaan is een groot gedeelte van hun assets hadden ze ook in obligaties gezet, maar. Op het moment dat je obligaties koopt, dan heeft dat een prijs. Nou, stel je voor, jij koop, verkoopt hypotheken en je betaalt 100 euro voor een hypotheek met 1% rente. Ik noem maar wat. Dat is de waarde van de hypotheek. Oké, okay, als je dan vervolgens op een punt komt waar ineens de rente is gigantisch omhoog gegaan, wat gebeurt er dan met de waarde van de hypotheek die jij hebt, als die 100 euro zou zijn? Nou, stel je voor je gaat van 1% naar 5%, dan kan je er dus vanuit gaan dat de waarde van de hypotheek naar beneden toe gaat. Dit betekent dat zij ook problemen hadden omdat de waarde van hun assets snel naar beneden ging. Ze hadden geen liquiditeit om in één keer al het geld uit te kunnen betalen aan alle mensen. Wat gebeurt er? Er komt een bankrun, de bank valt om en dit is de eerste domino-steem in het systeem. Maar wat er dus kan gebeuren en wat er nu aan het gebeuren is, is dat dit een hele grote angst triggert bij de mensen. Laten we even inzoomen op wat er precies gebeurt met... De rest van de markt momenteel. Want nu wordt het echt heel interessant. Want Silicon Valley Bank kan namelijk een gigantisch domino-effect gaan hebben op de rest van de markt. En hier kan zowel crypto van profiteren. als de hele financiële markt kan dan gaan omvallen. Dus laten we even gaan inzoomen wat daar precies de situatie is. Laten we eerst gaan kijken naar deze grafiek. We zien dat een groot gedeelte van Silicon Valley Bank's deposits niet verzekerd zijn. En dit kan dus een groot probleem geven aan de verschillende investeerders. Want. Ze hebben namelijk wel een garantiestelsel, maar het garantiestelsel lijkt op dit moment maar te zijn tot 250.000 dollar. We weten nu dat Silicon Valley Bank ongeveer 50% van de jonge start-ups beheert en dat ze het assets hebben van al die mensen. Nou, dat betekent ook dat als jij meer dan 250.000 in je bankrekening hebt zitten, dat je daar momenteel nog steeds niet bij kon. Oké, okay, nou, wat gebeurt er dan vervolgens met al die met alle deposits? Die worden dan natuurlijk. Weggehaald en vervolgens kun je daar dus niet meer bij. Maar omdat dit een domino effect kan geven in de markt, gebeurde er vandaag iets heel interessants. En dit kan dus macro-economisch echt een ommekeer kunnen, kunnen gaan geven. Want wat gebeurde er nu precies vandaag of van het weekend? Is de Federal Reserve die heeft ervoor gezorgd dat ze dus mensen tegemoet gaan komen die hun geld hadden staan bij Silicon Valley Bank. Dus. Wat gebeurt er uiteindelijk? De VET die, die grijpt in. En die zorgde er dus voor dat ze iedereen die hun spaargeld daar had staan. uiteindelijk toch nog tegemoet gaan komen met extra geld. Dus ze geven mensen garantie op hun geld. En sterker nog, ze willen een noodmeeting gaan houden. Waarin ze gaan bespreken of ze eventueel de rentes zouden kunnen gaan verminderen. en zelfs verlagen. Dus wat gebeurt er dan? Dat betekent dat alle. Druk die momenteel op de markt heeft gezeten, dat die ineens zou kunnen wegvallen op het moment dat de Federal Reserve weer begint met het soort van bijprinten van geld en het verlagen van de rentes. Dit is de reden waarom vandaag, bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de Bitcoin-chart, alles er zo enorm bullish bij ligt. Dus we zien nu ineens een gigantische short squeeze gepaard met enorm bullish momentum. En het komt vooral omdat er dus ineens een besluit genomen is door de Federal Reserve dat ze wellicht de rentes weer gaan verlagen. Daar moeten we nu dus deze week goed op gaan wachten op wat er nou daadwerkelijk die besluiten gaan zijn. Maar het is in elk geval een moment in de markt waar we een gigantische soort van rust beginnen te krijgen en ineens iedereen weer FOMO krijgt nadat we eerst bearish momentum hebben gezien. Dus het leek eventjes alsof we naar beneden zouden gaan, maar dat lijkt nu dus ook weer om te keren. Oké, okay, laten we nu inzoomen op wat de Federal Reserve precies heeft gedaan. Ze hebben nu sowieso aangekondigd dat ze 25 miljard hebben om uiteindelijk aan fondsen weg te geven aan banken en ze hebben aangegeven dat ze ook het spaargeld en de spaartegoeden van mensen bij de Silicon Valley Bank dat ze die willen gaan vergoeden. Maar wat gebeurde er vervolgens nu vandaag ook in de bankensector? We zien dat gigantisch bearish momentum momenteel aan het vormen is op allerlei banken, want het lijkt erop dat er nu een bankrun gaande is op verschillende banken. En zoals jullie weten is er iets dat heet een fractional reserve system. Dat betekent dat de bank maar een klein gedeelte van zijn daadwerkelijke assets garant houdt en dan heel veel uitleent aan leners. Nou, dat gebeurt. Zij maken rendementen, maar het is een soort kaartenhuis wat om kan vallen, op het moment dat iedereen tegelijkertijd zegt: ik wil nu mijn geld hebben. Want. Als je niet in één keer al het geld beschikbaar hebt, dan kun je dat niet uitgeven aan mensen. En dan valt in één keer het hele kaartenhuis om, omdat iedereen tegelijkertijd zijn geld wilt en je dat verspreid hebt zitten over verschillende potjes. Zie het als dat jij nu ineens een rekening krijgt van ik noem maar wat 200.000 euro. Wat zou er dan gebeuren? Nou ja, misschien moet je al je assets, je huis, alles in één keer gaan verkopen in de crisis. Wat gebeurt er dan? je krijgt sowieso niet de volle waarde voor al je producten. Nou, zo kan het ook gebeuren bij een bank en daarom is het zo'n eng iets wat kan gaan gebeuren, omdat heel veel banken nog steeds de fractional reserve systemen aanhouden. Maar dit kan dus ook weer een bullish signaal zijn voor crypto... omdat dit het exacte probleem is wat crypto wil oplossen. Specifiek Bitcoin is opgericht na 2008... toen het voor de eerste keer echt naar boven kwam... dat het fractional reserve systeem niet werkte. Dan zou Bitcoin daar dus juist als oplossing in moeten komen. Nou, een mooie boel case zou dus kunnen zijn... dat mensen eindelijk naar Bitcoin gaan als een soort safe haven... in momenten waarop alle banken aan het omvallen zijn in de markt. Dit zou betekenen dat hoewel... De aandelenmarkt waarschijnlijk redelijk zou gaan kelderen. Dat bitcoin zichzelf zou kunnen loskoppelen. En dat we dus nog steeds een boelcase kunnen gaan krijgen. Maar dat is meer speculatie. Alleen het is wel iets wat ook mee zou kunnen spelen in de gedachten van investeerders. Dus nu eens dus even goed kijken hoe, dit, hoe deze situatie begint uit te spelen. We zien hier zien we dat er al heel veel trading gehaald is momenteel. Dit gebeurt wanneer een aandeel heel hard aan het zakken is. Dan stoppen ze soms het handelen van het aandeel. We zien heel veel bankaandelen zien we momenteel gigantische dalingen realiseren. En dat komt omdat er misschien een moment zou kunnen zijn... dat iedereen nu denkt, oh shit, ik moet mijn geld nu veilig gaan stellen. Ik moet nu ineens naar een pinautomaat gaan en al mijn geld eruit gaan trekken. Want anders dan heb ik zometeen mijn geld niet meer. En als dat gebeurt, dan ga je echt een flink domino-effect krijgen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitspelen. En ik denk zelf dat het heel handig is om een gespreide versie van je assets te hebben. Dus persoonlijk heb ik geen exposure aan één bank, ik heb geen exposure aan één exchange, ik heb geen exposure aan één stablecoin. Ik zorg ervoor dat ik meerdere banken, meerdere wallets, zowel offline als online heb, dat ik meerdere um, exchanges gebruik en dat ik dus altijd mijn geld gespreid houd. Ik gebruik sowieso, ik gebruik zowel USDT als BUSD als USDC en ik hou deze dus gespreid over verschillende exchanges en in zowel cold storage als Hot storage. Dus in elk geval, dat is mijn strategie. Ik denk zelf dat USDC perfect gaat recoveren: dat het niet een, hele grote, een heel erg groot probleem zou zijn. En zeker dat er niet heel veel paniek zal zijn in de toekomst met betrekking tot USDC. Wel zie je natuurlijk wel dat heel veel mensen waarschijnlijk. Heel voorzichtig zullen gaan zijn. Dus ik denk dat er een enorme volatiliteit kan komen. De data waar ik heel erg op aan het letten ben, die zal ik jullie ook eventjes laten zien. Vandaag zal dus de Federal Reserve een meeting gaan houden achter gesloten deuren over wat ze precies zouden moeten doen. Iedereen is nu aan het anticiperen op dat ze aankomende 22e van maart. dat ze een minder hoge renteverhoging gaan doen. de renteverhogingen gaan stopzetten. Of misschien zelfs. De rente gaan verlagen. Wat een gigantische stimulans zou kunnen geven. op Zowel de aandelenmarkt als op de cryptomarkt. Zoals we inmiddels al weten. Ook hebben we aanstaande dinsdag. hebben we inflatiedata die hieraan zou kunnen bijdragen. Want je zou natuurlijk weer kunnen gaan zien. dat als ze de rentes omlaag gaan zetten. dat vervolgens dat boeiend momentum kan geven in de cryptomarkt. Um, en dat het ook weer ervoor kan zorgen. dat de inflatie gigantisch omhoog zou kunnen gaan. Oké. Okay. Dan even de technicals erbij zetten en dan uh, kan ik hier uh, naar bed hier in Bali om half elf. <laughs> maar in elk geval laten we even gaan kijken hoe de technicals erbij liggen. Momenteel bevindt Bitcoin zich in een supply zone of in een selling zone en hebben we dus gezien dat we hier de golden pocket hebben opgezocht. We zien hier zien we dat als je deze lek omhoog neemt dat de golden pocket perfect is opgezocht en momenteel ligt er een equal high op 25.250. Dus Persoonlijk acht ik de kans redelijk groot dat we hier zo de equal highs zouden kunnen gaan opzoeken. En dat is iets waar ik dus sowieso rekening mee hou. Omdat hier dus nog veel liquiditeit ligt die we op zouden kunnen gaan pikken. En dat zou dus betekenen dat we op korte termijn mooi Bullish momentum zouden kunnen krijgen in de crypto markt. Zelf heb ik mijn posities niet teruggeschaald nadat we hieronder aan het komen waren. Omdat ik wachtte op een lower high. En nu zie ik dat we gigantisch naar boven toe aan het bewegen zijn. En denk ik zelf dat we met dit boedish momentum richting die 25-250 gaan. Waar ik dan zelf weer even ga kijken of we een Afwijzing krijgen daarop en dan zou ik dus wat risico terug durven nemen in de, in de markt. We hebben al eerder hebben we gecommuniceerd dat we wat stappen terug deden en nu is het gewoon afwachten op de volgende stap in de markt of we eventueel bullish zouden moeten gaan switchen op basis van nieuw momentum. Dat zou gebeuren op het moment dat we boven die 25k breken en een higher low neerzetten of dat we juist moeten uitschalen en dat zou gebeuren als we hier op de, laten we zeggen, de zon hier zo op deze high. Rond de 24k. Als we daar een duidelijke afwijzing te zien krijgen. Of dat we hier zo op deze highs een afwijzing te zien krijgen. Dat zou voor mij allebei een identificatie kunnen zijn. Dat ik weer wat risico terug zou willen nemen. En dat de markt verder naar beneden zou kunnen gaan. Maar ik ben me dus aan het voorbereiden op beide scenario's. En heb dus momenteel geen grote veranderingen aangemaakt in mijn portefeuille. Ik hoop dat je hiervan genoten hebt. Ik hoop dat je wat aan gehad hebt. Ik hoop dat je ook volledig geïnformeerd bent. En dan was dit het voor vandaag. En dan zie ik jullie in de volgende. Ciao, ciao.